Hallo, welkom bij je. Zet ik goed in dit burn is alweer de zoveelste aflevering van dit seizoen. Het is er ongeveer op de helft, denk ik. En dat is touw. Veiligheid nummer 1 daar hebben wij Victims 2 ingepakt in aluminiumfolie. En hebben we hier ons prachtige vuurtje. Wat langzaam kleiner begint te worden. En hier hebben we ons touw en hier hebben we ons blik. En touw gaat in blik. Dat is meestal wel handig. En touw gaat boven vuur. Touw wordt heet, touw vliegt in de fik. Wij allemaal lachen, wij zijn happy. Jullie zijn happy. Stanley blust. Ik ook happy. Ik denk dat dit het type experiment is wat binnen 30 seconden in de fik staat. 3, 4, 5. Het begint te krimpen. Hoor. Zie ik dat verkeerd? Zie je verkeerd. Het begint wel te roken, dat heb je wel goed gezien, Stanley. Misschien wat meer. Het wordt zwaar. Alleen. Fikken. Ik had eigenlijk gehoopt dat we de 30 seconden limiet gingen halen. Maar daar zijn we nog steeds niet overheen. Gelukkig. Maar. Nu wel. Bijna. Het begint te gloeien. Volgens mij is het dan een aanmaaklont voor oud en nieuw. Wat gloeit, maar niet in de fik vliegt. Misschien wat meer naar het vuur toe houden. Ja, dat maakt niet uit. Het is overal even warm. Oké, laten we dit stoppen. Ik had hier meer van verwacht. Maar alleen aan de rook te zien. Ik heb toch een goed experiment. En aan de geur te roken. Wow. Ik heb het vaccinelicht er even uitgehaald, hè. Met dat metalen dingetje. Als je hier met je oud en nieuw vuurwerk wil aansteken. Moet je heel voorzichtig zijn. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ja. Oranje gloeiende dingen. Op de Janga blokje. Dat is geen goed idee. Want je maakt iets waarmee je iets cools van kunt maken. Maak je iets Oncools. Ja. Hiermee kun je je vuurwerk wel aanmaken, maar ik denk dat er binnen 2 minuten is dat toch ook weggesmuld. Dus nee. Het is geen goed idee, de burn is. Volgende week weer een nieuwe aflevering natuurlijk. So what, dat is altijd zo. En we hopen jullie dan weer te zien, hè.